lief, hè? Goedemorgen, het is vandaag dinsdag en we gaan weer op pad in Kalibaru. Wat was dit allemaal? Iets met ananas? En dit? Ja. Ja, lekker? Alle mannen krijgen een kroon. Oh, Ron heeft ook een kroontje op. Oh. Wacht. Voor de mannen. Ja. Leuk. Zo. Ik wil de film maar kijken.
hier en voor. Ruikt je? Het stinkt met kruiden. Ruikt je? Ja, wat is daar? Een nasi goreng calibaro, volgens mij. Oh ja, daar het komt in. Dat is wel. Ja, alles erop en eraan. Dat was goed. Calibaro, dat zijn we op de kaart. Hoi, het laatste filmpje was op de markt, dat we daar rondliepen. Het was best wel een traditionele markt, dus we hebben ook echt wel vet vieze dingen gezien. Zoals half geslachte kippen en hele ontvelde kippen. En, ja. Dus we zijn heel snel naar de bus gegaan, zijn naar huis gegaan, hebben we snel geluncht. En vervolgens hebben we ons even omgekleed en zijn we aan het zwembad gaan liggen. En krijgen we dadelijk om 5 uur een massage. En het is nu 4:15. Heerlijk. Zoveel zin in. Even die rug weer losmaken, want ik heb echt super erg last van rugpijn hier. Maar verder was het echt een hele leuke dag, ook met de kindjes. En op de plantage was echt zo gaaf. Ik ben echt heel blij dat ik erheen ben geweest. En ja, dat we dit weer mee mogen maken. Echt fantastisch. En morgen gaan we weer naar Bali, waar ik ook echt ontzettend veel zin in heb. Maar die eerste massage. Nou, we hebben net dus die massage gehad. En het was wel echt heel fijn. Alleen wel heel anders dan de vorige keer dat we hem hadden. 2-3 dagen geleden of zo. Toen was hij wat meer gevarieerd en nou deed die vrouw eigenlijk hetzelfde, maar het was wel echt heel fijn en ze had echt alles ook gedaan en dat voor 100.000 euro per pp en dat is ongeveer 6 euro, toch? Ja. 7 of 8 euro. En nu gaan we lekker uit eten en we gaan op tijd slapen, want om 4:45 komen ze onze koffer weer halen morgenochtend. En dan gaan we naar Bali! Bali! Vond je verder wel lekker? Ja, jij lekkerder dan mij. Toch? Moet je gewoon een keer gebeurd hebben? Ja. Lekker. Met een TV. Dat is wel weer.
my god, ik weet mijn heel goed. Leuk. Welkom in onze nieuwe stack, nummer 7. In Ubud. Ja, ik zie er echt niet uit, maar hier weer een rondleiding. We hebben 3 bedden gekregen. Ik heb heel leuk opgemaakt met bloemetjes. En deze. Het is ook een beetje donker helaas. En hier is de badkamer. Er zit nog een leuke kast bij. En weer een dresser. Een dresser. En je kunt ook echt, we hebben zo'n leuke deur. Ik laat hem morgen nog een keertje zien, want je ziet er helemaal niet veel van. Oh, kan hij alleen maar één kant op. Als je de deur openmaakt. Een terrasje. Morgen laat ik buiten zien. Nou gaan we even klaarmaken. Het is al inmiddels 5:30. En daarna gaan we lekker sushi eten met een paar mensen. En even opfrissen, want ik voel me zo super vies. En ik stel het me niet scherp. Vandaag was een leuke dag, alleen wel best lang. Maar ja, ik ben blij dat we hier zijn. In Ubud, op Bali. Yes.